Waarom moeten we op de spelregels na alle regels in de topsport afschaffen? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, dank jullie wel. Eventjes kijken, wie houdt er hier van regels? En toch zit u hier en gaat u vandaag naar me luisteren, want ik ben natuurlijk een jurist. Dus mijn vakgebied houdt zich met name bezig met regels. Maar ook ik hou helemaal niet zoveel van regels. Regels beperken toch altijd een beetje je vrijheid. En in de sport, ja, wat wij vandaag met jullie, althans wat ik vandaag met jullie ga doen, ik neem jullie een beetje op een reis, een beetje rond mijn rechtsgebied, door mijn rechtsgebied heen. En we gaan het hebben over recht, we gaan het hebben over regels, maar we gaan het vooral ook hebben over wat nou recht is en wat nou rechtvaardig is. En we gaan het hebben over eerlijkheid, het concept van eerlijkheid. Wat is nou eerlijk en wat is nou oneerlijk? En vinden we altijd alles hetzelfde oneerlijk op hetzelfde moment? En we hebben het natuurlijk over de sport. Dus de eerste regels die altijd bij mij opkomen als je het hebt over sport, zijn gewoon de wedstrijdregels en de spelregels. Ja, daar moet je je gewoon aan houden als sporter. Dat is logisch, zou Johan zeggen. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook allerlei andere regels. En één sporter die natuurlijk ook met andere regels te maken kreeg, ja, dat was Joeri van Gelder. Jij weet net zo goed als ik, als ik een finale heb behaald en de wedstrijd is 9 dagen later. Ik ben euforisch. Ik heb een Olympische finale gehaald. Ja, goed, jij bent ook een Brabander, weet je. Dat wordt met een biertje wordt dat geproost. Ja, dat is eigenlijk niet meer als normaal. Ja, het is niet meer als normaal. En we weten allemaal, ik ga er nu helemaal niet het debat nog een keer over doen. Het ging er behoorlijk heftig aan toe tijdens de Olympische Spelen. En je had de voors en tegenstanders en die vonden van alles wat. Maar als jurist heb ik eigenlijk maar één iets. Dat zijn de regels. Wat was er nou eigenlijk met Joeri afgesproken van tevoren? En het ging destijds om een contract. En het ging dus niet om de wedstrijdregels, maar een contract waar hij afspraken in had gemaakt. En het ging daarin ook om een open norm. Namelijk, hij moest zich als een goed sporter gedragen. Nou, hoe moeilijk is dat? Nou, klaarblijkelijk dus heel moeilijk, want wat is dat dan? Er komen steeds meer regels bij. Het zijn niet meer alleen maar die spelregels. Nee, we hebben tegenwoordig ook allemaal dus, Joeri kreeg er mee te maken, bijvoorbeeld contracten. En al die sporters, die krijgen een contract en niemand leest dat contract. Echt niet. Ik durf de stelling eigenlijk ook wel aan dat een heleboel sporters niet wisten dat als ze bijvoorbeeld zouden verliezen bij de Olympische Spelen, met de losersvlucht naar huis zouden moeten. Dat hadden ze gewoon kunnen lezen ergens, maar dat wisten ze niet. En zo zijn er natuurlijk ook nog veel meer regels die soms heel heftig zijn voor een sporter, maar waarvan hij zich echt helemaal niet bewust is. Zo ben ik wel contracten tegengekomen waarin staat, en ik vraag me af wat u ervan vindt, waarin staat dat je al je medische gegevens met het team moet delen. Maar ja, al je medische gegevens met een team moet delen, moet je eens even over nadenken wat dat betekent. Want je kan je zeggen dat sommige dingen die horen gewoon bij de sport, dat je die best moet delen. Maar moet je ook delen dat je een psychose hebt gehad ooit, of wat dan ook. Of dat je op dit moment een beetje depressief bent. Of dat je bijvoorbeeld een geslachtsziekte hebt. Of HIV geïnfecteerd bent. En als u denkt, goh, dat verzin je nu hier allemaal wel leuk, maar ik ben het allemaal tegengekomen. En eigenlijk staat er dus dan een regel in dat je dat moet delen. Maar dat voelt toch niet goed, hè? Is dat dan nog allemaal wel rechtvaardig? Dus we hebben die regels van het spel en daarnaast hebben we al die regels die ook nu inmiddels bij die sporter binnenkomen. Maar ja, hoe moet die sporter daar nu mee omgaan? En laten we eerst eens beginnen met het begrip sport. Als jurist wil je altijd weten, ja, maar wat is sport dan? En dan pak je je wetboek erbij. Ieder mens wordt geacht de wet te kennen. Dus u weet dat natuurlijk ook allemaal uit uw hoofd wat er in artikel 8 in de grondwet staat. Vrijheid van vereniging. Maar als je dat dus eventjes overziet, wat is dan sport? En moeten we dan ergens dus in dat wetboek gaan zoeken wat sport is? Nou, ik kan u verzekeren, u kunt heel lang gaan zoeken, maar vindt het niet. Er is geen wetsartikel wat bepaalt wat sport is. Maar is dan vanuit een juridisch begrip, is het dan wel belangrijk om te weten wat sport is? Ja, dat is heel erg belangrijk om te weten wat sport is. Want als het geen sport is, binnen de sport en binnen de sport zelf zijn allemaal regels.
waar het recht heel anders op reageert. Want ik verzeker u dat als ik een van jullie nu heel hard een klap voor zijn kop geef, dat dan, nou misschien doet u aangifte, misschien als er schade is ontstaan gaat u ook nog wel naar de rechter. Maar als wij dat doen in een bokswedstrijd, dan kunnen we over en weer dat natuurlijk wel van elkaar verwachten. En dan ineens mag dat dus wel. Dus wat ik ermee wil zeggen is, we moeten een begrip hebben van wat het begrip sport is, omdat in het recht er anders mee wordt omgesprongen. Dus als ik jullie nu eens vraag, wat is dan sport in het recht? Is schaken een sport? Vindt iemand hier schaken geen sport? Nee, iedereen vindt schaken een sport. Maar dan bijvoorbeeld met duivensport, laten we er eens eventjes over na gaan denken. Wat maakt nu een sport een sport? Als we hier gaan kijken, je moet echt oefenen en trainen met die duiven. En dan kun je dus winnen. Dan kun je dus winnen. En oefenen en trainen, dat is eigen aan sport. Toch? En dan hebben we natuurlijk altijd de vraag van, ja, sport moet ook nog een keertje maatschappelijk acceptabel zijn. We hebben destijds, misschien weten jullie het nog, van die Ultimate Fights, van die mensen die helemaal bont en blauw op de voorpagina's van, ja, van een krant dan stonden. En toen riep dus, dat was destijds geloof ik Erika Terpstra, van oh, dat was verschrikkelijk, dat moesten we allemaal niet willen, want dat was geen sport. Maar de vraag is, ja, daar gaan we weer, hè, oefenen, trainen, je komt er best ver mee, staan geoefende mensen in, je wijst een winnaar aan, het gaat om de krachtmeting, onder zo eerlijk mogelijke omstandigheden, mooi, lijkt me op zich wel een sport. Maar we vinden het dus niet een sport, omdat we vinden dat het maatschappelijk niet acceptabel is. Hè, ik denk ook niet dat wij hier stierengevechten kunnen gaan houden, en ik denk dat iedereen op zijn achterste benen zal staan. Maar ik denk dat ze in Spanje dat wel degelijk ervaren als een sport. Oefenen, trainen, krachtmeting. Hè? Continu die strijd, een winnaar aanwijzen. Dus elke keer zie je dus dat het heel belangrijk is om toch in het recht te weten wat sport is. En vooral om te weten wat het niet is. En daar goed over na te denken. En dat dus ook altijd die maatschappelijke aanvaardbaarheid van het fenomeen een rol speelt. Hoe komen die regels nu tot stand in de sport? De spelregels in de sport moeten overal ter wereld herkenbaar zijn. Dat begrijp je. Het zou wel heel raar zijn als we voetbal spelen in Duitsland op een andere manier dan in Nederland, want dan is het eigenlijk geen voetbal. Dus wat je niet wil is dus dat het overal anders is. En dat betekent per definitie dat ergens die regels moeten worden vastgesteld. En die moeten op het allerhoogste niveau worden vastgesteld, doordat het overal hetzelfde is. Dus wat zie je dus ook op de hoogste niveau, en hier staat FIFA, maar dat kan iedere andere internationale federatie zijn, die gaan uiteindelijk om die spelregels. Maar wie bepalen dan die spelregels? Ja, dat doen de leden van die FIFA. Alle internationale federaties op het hoogste niveau bepalen de internationale regels. Wie stemmen daarvoor? Dan de nationale bonden. En wie zijn die nationale bonden? Nou, dat zijn de hoofden van die nationale bonden. En die bepalen dus iets over wat die spelregels nou moeten zijn. En daaronder hebben we dan dus de clubs en daaronder de sporters. Maar hé, dat is best bijzonder. Die sporters moeten zich conformeren aan die regels, maar die gaan niet over die regels. Die hebben daar ook helemaal geen zeggenschap over die regels. Sterker nog, als de regels je niet zinnen, als sporter heb je twee keuzes. Ofwel je accepteert ze en je gaat toch maar meedoen, of je verlaat de georganiseerde wedstrijdsport. En zo zit het dus ook met dopingregels, hè, die dus heel zwaar zijn voor sporters. He, je moet je whereabouts inleveren, waar je elke keer bent in een tijdslot. Hè. Dus moet je eens voorstellen, als ik jullie ga vragen, waar ben je over 3 maanden? Ja, ik weet het niet. Ik weet al niet waar ik morgen ben, maar dat ligt meer aan mij. Maar over 3 maanden, waar ben je? He, dus die regels zijn heel strikt voor een sporter. Die gaan heel diep in, grijpen die in, bijvoorbeeld op de privacy van een sporter. En hij heeft er niets over te vertellen. Dat is best raar. Dat moet je je altijd heel goed realiseren als het gaat dus ook om de eerlijkheid van de sport. En het gaat dus ook altijd om monopolies. He, moeilijk woord, monopolie, maar we hebben dus maar 1 FIFA. In heel de wereld. We hebben maar 1 internationale zwembond in de hele wereld. Maar in Nederland hebben we maar 1 KNVB. Er is niet nog een bond. Je kan dus niet als sporter zeggen van nou, die bond zint me niet. Ik ga weer eens naar een andere nationale bond.
Nee, dan moet je dus verhuizen naar het buitenland en dan kom je dus bijvoorbeeld bij de Duitse Bond terecht. Maar dan heb je nog steeds dezelfde spelregels. En dus je hebt als porter heel weinig vrijheid. En dat zegt dus ook iets over het recht en de rechtvaardigheid. Want als het heel zwaar op je ingrijpt, regels, wil je daar eigenlijk ook wel iets over te zeggen hebben, toch? Maar dat hebben we eigenlijk helemaal niet zo goed met elkaar geborgd. Het is ook allemaal veranderlijk naar plaats en tijd. Wat wij toen accepteerden als doping, werd gewoon vroeger geaccepteerd. Hè? Weet je, wat we heel erg vonden met z'n allen, dat sporters betaald kregen. Dat vonden we pas erg. Oh joh, dan moest je echt op nationale televisie, moest je minimaal gaan verontschuldigen. Regels zijn veranderlijk naar plaats en tijd. Laten we dan eens heel eventjes kijken naar Foekje. Foekje. Daar staat Foekje. En Foekje, het liep allemaal niet zo heel fijn met Foekje, want Foekje liep weliswaar verschrikkelijk hard, maar er kwamen al heel snel geruchten over, is Foekje nou wel of niet een vrouw? En er is een prachtige documentaire over en ik ga er niet te lang over door. Maar we hebben nu tegenwoordig nieuwe Foekjes in deze tijd. We hebben nu Caster Semenya. En Caster Semenya die liep de 800 meter en die liep dat verschrikkelijk hard. En wat gebeurde er in deze tijd? Caster, daar kwam een prachtige foto van in de krant en de heel Twitter ging los. Want Caster, dat zou geen vrouw zijn. Toen, in die tijd, was het echt, we hadden vrouwen en mannen bij Foekje. En ja, weet je, eigenlijk maakte niemand zich er heel erg druk om. Het was vooral persoonlijk leed voor Foekje dat deze vraag werd gesteld. Maar in deze tijden nu van Twitter en in deze tijden van dat we het allemaal een beetje confused zijn met gender, wat zien we nu uiteindelijk met Caster Semenya gebeuren? De hele wereld vraagt zich af, is ze wel of niet een man of een vrouw? En dat voelt niet heel erg lekker. He, als die vraag überhaupt gesteld wordt. Dit is gewoon ook gewoon een ethische vraag. He. Is iemand nou een man of een vrouw? Wanneer ben je eigenlijk tegenwoordig een man of een vrouw? Ja, ik weet het niet meer. Vroeger was het heel simpel. Toen hadden we gewoon, liep je langs een aantal mannen als vrouw en dan keken die mannen of jij wel een vrouw was. Later kwam daar het gynaecologisch onderzoek bij. Nou, was ook wat ongemakkelijk voor de vrouw om te kijken of je wel een vrouw was. En nu willen we dat helemaal, hè, normen zijn veranderlijk naar plaats en tijd, heel keurig objectiveren. En hoe willen we dat nu dus doen? Met testosteronlevels. Nu hebben we met elkaar bedacht dat als je een laag testosterongehalte hebt, dan ben je een vrouw. En als je een hoog testosterongehalte hebt, ben je dus een man. Maar nu blijkt dat we ook mannen hebben met een heel laag testosterongehalte. En nou zijn we helemaal de kluts kwijt. En toch willen we, waarom zijn we hier nu zo de kluts over kwijt? Omdat we het zoveel mogelijk gelijke krachtmeting in stand willen houden. Maar we zijn nu, willen we het dus heel erg netjes objectiveren. En je ziet dus dat die normen veranderlijk zijn naar plaats en tijd. En we zijn dus nu op zoek naar iets waardoor het zo min mogelijk ethische vragen oproept eigenlijk in het recht. We hebben regels, we hebben zoveel regels, we komen om in de regels. Ook de sporters weten niet meer welke regels we allemaal hebben. En wedstrijdregels kunnen we gewoon niet afschaffen, want die definiëren het spel. Maar al die regels daaromheen, gaan we die afschaffen? Nou, het staat er heel hard nee. We gaan ze niet allemaal afschaffen. Maar het zou wij wel een lief goed zijn als we teruggaan naar de waarde waarom we een aantal regels gewoon met elkaar hebben. Dat ook rechters worden gedwongen om uit te leggen waarom we die regels nu eigenlijk hebben. Gaat het om de sport zelf of gaat het om de maatschappelijke aanvaardbaarheid? Gaat het om bepaalde maatschappelijke waarden die we hebben, die we proberen te borgen of niet? Dus het gaat wat mij betreft steeds meer zouden we terug moeten naar de basis. Waarom hebben we die regels? En als je dat dus niet meer kunt uitleggen, dan is het maatschappij het recht niet meer waard. Maar ook de sport het recht niet meer waard. Dank u wel. APPLAUS